Ja, het wordt dus niet zo'n prachtig winterlandschap van Hendrik Averkamp. 16-8, als ik me niet vergis, dit schilderij. Ja. Eind 16e eeuw, begin 17e eeuw was het koud. We hadden toen de kleine ijstijd, heette dat. De temperatuur was zo'n 1, 2 graden lager dan wat gemiddeld hadden we tegenwoordig. En toen waren de winters veel langer. De zomers stelden niet zo verschrikkelijk veel voor. En ja, dit is het gevolg, want die mensen in die tijd schilderden wat ze buiten zagen. Die maakten nog geen prachtige tafereel die ze zelf verzonden. Ze schilderden wat ze buiten zagen. Spelletjes op het ijs, ook nuttige dingen en dergelijke op het ijs. Werkelijk fantastisch. Als u zo'n winter eens mee wilt maken, gaat u naar een museum. Dan kunt u zulke mooie schilderijen zien. Maar goed, we hebben dat dus niet meer. Ik vrees dat dat niet vaak meer voor zal komen. We hebben tegenwoordig veel te vaak een westelijke stroming. Die houdt maar aan, die wordt maar krachtiger en krachtiger. En al die zachte, vochtige lucht vanaf de oceaan trekt over Nederland verder Europa in. Ja, dat betekent dat de temperaturen nooit onder nul zullen komen natuurlijk. Heb je een andere stroming voor nodig. Nam vandaag een heleboel bewolking mee. Het was regenachtig. Begint nu op te klaren. En die opklaren die houden we een tijdje vol hoor. Pas morgen in de loop van de middag tegen de avond, dan komt er weer opnieuw bewolking en dan gaat het opnieuw regenen. Maar dan hebben we toch weer een prachtige dag gehad. Zij onstuimig, want de wind die gaat wat aantrekken. Nou, hier ziet u nog eventjes, de meeste regen is geweest. Het begint nu echt op te klaren in de loop van de avond. Vannacht klaart het nog wat verder op. Het zal in het zuidoosten nog wel wat lang blijven miseren. Maar uiteindelijk klaart het op. Het wordt 3, 4 graden. Hier en daar een mistbank. Dat is mogelijk. En morgen overdag veel zon. Er zal ongetwijfeld ook wat stapelwolken zijn, later wat sluierbewolking. Maar veel zon, het wordt 13 graden, dus dat is heerlijk. Maar houd u rekening met de wind. Met name in de middag gaat hij flink aantrekken, windkracht 6, 7 aan zee. Tegen de avond een stormachtige wind, windkracht 8. En boven land zal het natuurlijk ook flink waaien. En dan krijgen we zondag. Ja, dat wordt een onstuimige, natte dag, maar niet koud. Maandag een paar buien, dinsdag een paar buien en daarna ook nog. Temperatuur zakt naar 8 graden overdag en tegen het vriespunt 's nachts wordt koud. En hierbij zijn we aan het einde gekomen van dit 8 uur journaal. Het volgende NOS journaal is om 10 uur op Nederland 2. Ik wens u nog een heel prettige avond.